En dan gaan we nu nakaarten met Piet van Dijken. Ja, nakaart doen we met Dick Heuvelman. Hè. 40 jaar sportjournalistiek. En hij gaat ermee stoppen, hoe is het mogelijk. Hij gaat er echt mee stoppen. Met bloedend hart. Dat moet ik wel zeggen. Met bloedend hart. Ja, natuurlijk. Als je het mooiste vak van de wereld beoefent, dan wil je niet gauw loslaten. Dat lijkt me logisch. Het is wel een instituut, hè, Heuvelman. Is dat zo? Nou, ja, dat vind ik wel. Ja, jij, maar ja, goed, dat moeten de mensen bepalen. Dat bepaal ik zelf natuurlijk niet. We gaan zo maar één door over jou. Eén, heel snel natuurlijk, want het programma heet natuurlijk Nakaarten. Nou ja, die carrière van jou is natuurlijk veel te lang om over na te kaarten. Eén, de FC, 4 keer achter elkaar mis. Ja, dat is een dikke tegenvaller. Ik had gedacht dat ze mee zouden doen om een beetje om de titel te strijden. Niet een beetje om de titel, gewoon om de titel. Ja, dat had ik ook een beetje verwacht. Maar ja, zoals we allemaal, ook de grote kenners, hebben een beetje verkeerd ingeschat. We hebben ons een beetje misleiden, laat ik zo zeggen, door die resultaten thuis tegen Den Haag, de Graafschap, Utrecht. Zijn natuurlijk niet de sterkste tegenstanders. Ze werden wel moeizaam aan de kant gezet, maar... Nu het echte grote werk is begonnen, komen we toch een beetje tekort. Gewoon eerste acht. Dat lijkt me een mooi streven nu inmiddels, ja. Terug naar de carrière. Ja, die carrière, dit ding is natuurlijk geweldig gevuld geweest. En zo met toch wel met als hoogtepunt 2002, de start van de Giro, die heb jij hier naartoe gehaald. Maar het werk, het journalistieke werk in de sport vanaf 1969, toen begon jij. Ja, heeft natuurlijk pieken en dalen, maar... Nou, meer pieken dan dalen hoor, dat kan ik je wel vertellen, nu al. Oh ja? Ja, natuurlijk. Bijna allemaal pieken? Ja, eigenlijk wel. Noem jij, één grote piek geweest in de carrière, vind ik eigenlijk. Noem jij eens een geen piek? Ja, dat was die column over Andrea Blom natuurlijk. Hij heeft natuurlijk veel stof doen opwaaien. Oh. En daar schrijf je geen columns voor om voor de rechtbank te verschijnen. Transseksuele grensrechter, en daar heb ik een column over gemaakt. En... Ja, dat is uiteindelijk bij de rechtbank terechtgekomen. Is dat niet de wens van elke columnist, Dick? Nou, niet voor de rechtbank verschijnen, dat vind ik niet, nee. Maar goed, de columnist moet wel spraakmakend zijn en dat was hij. Dat ben je altijd geweest? Nou ja, dat zeggen anderen. Ja, vind ik zelf eigenlijk ook wel, maar het is beter dan anderen. Jij moet dat zeggen, ik niet. Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat jij op een bepaald moment, er werd wel eens gezegd, hij schrijft altijd over en Renze en Nienhuis, noem ze allemaal maar op. Jij trad veel in herhaling, maar dat waren natuurlijk ook wel dankbare onderwerpen altijd. Ja, precies. Die zijn ook heel lang aan het bewind geweest. Geregeld kom je ze daar weer tegen. En er is altijd wat nieuwe dingen. Ik weet nog wel dat Renze de Vries zich die krul in zijn haar. En toen ging je opeens een nieuwe moderne koep aanmeten. Toen heb ik daar een kolom over geschreven, koep Ajax. Toen was hij ook net toegetreden tot het bondsbestuur. Dus hij paste zijn kapsel daar aan. Ja, dat zijn columns. Daar kan je niet omheen. Dus en zo, het zwaard van Damascus. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Het zwaard van Damascus, Hank Bobel. Ja. Dat, geweldig. En we halen boeren maar op, zei hij dan, in plaats van Boerenbach. Of gaat hij goed met een of andere speler, want die ligt op de Fancy Fair van het ziekenhuis. Ja, nou, dat zijn toch columns, of niet? Daar kun je toch niet omheen? Eigenlijk is wat dat betreft ben je de laatste jaren niet echt verwend, hè? Nee, het gaat toch goed met FC Groningen. En in Drenthe, daar hou je niet zo bij, maar daar is nog wel leuk werk hoor. Onder andere die directeur van hem. Maar meer nog de nieuwe trainer van hem, Paul Krabbe, die kan er absoluut niet tegen. Dus dat is wel een dankbaar object geworden. En die doet ook hele merkwaardige dingen. Die... Is nu alweer boos op Bosman? Ja, is op iedereen boos. Zelfs op de schrijvers van het... Van het clubblad, van de website. Dus. Heb je natuurlijk jarenlang, ik weet niet meer hoeveel jaar, maar heel lang heb je altijd op maandag geschreven. Apart op maandag, ja. Apart op maandag. 20 jaar. Ja. Ja. Was dat toch voor jou een heel belangrijk iets, die columns? Jazeker, daar kon je mee profileren natuurlijk. Meer dan met een wedstrijdverslag. En journalist wil, tenminste, journalist zoals ik ben, ja, die wil ze wel een beetje profileren. Wil dat die gelezen worden. En wil dat hij, dat er naar geluisterd wordt. En ik mag wel zeggen dat ik daar redelijk in geslaagd ben, vind ik achteraf terugkijkend. Was het vaak zoals jij dinsdags morgens op de krant kwam, dat er dan mailtjes of gebeld werd, omdat je weer iets had geschreven in die column waar mensen weer boos over waren? Er gebeurde heel veel. Vooral Nienhuis, die was een regelmatige klant aan de telefoon. Toen had je nog niet zoveel mails. Hè. Toen ik ben begonnen in 1980 met die columns. Dus er was nog niet, het mailverkeer was er nog niet, maar de telefoon wel. En, ja, er waren regelmatig mensen die boos aan de telefoon hingen, ja. Je hebt natuurlijk ook een geweldig boekje geschreven, Soms is sport wel mooi. Ja, daar heb ik nog steeds een aantal extra paarden van thuis. Collectors item. Ja, het is echt een collectors item, ja.
Ja, ja, ja. Dus, vond ik, als ik er nog in kijk, soms kijk, ik heb er van de vorige week nog even in gekeken, dan ja, zijn het toch eigenlijk nog wel dingetjes die je vandaag de dag ook nog wel kunt lezen. Hey, de dubbele gevoel, wat ook vrienden en alles van jou, collega's, heb jij natuurlijk zelf ook. Hè? Hoe zie jij dat nu? Want ik bedoel, in februari is het afgelopen. Ja, 1 februari ga ik in de FUT. En met vrije dagen erbij kun je ervan uitgaan dat ik op 1 januari, dan is het een beetje passé. Maar jij wilde toch helemaal niet stoppen, Dick? Nee, tuurlijk liever niet, nee. Maar ja, goed, tegenwoordig heb je een FUT-regeling als het sociaal hartstikke goed geregeld. Maar dat is meer voor mensen die op de steiger staan en op knieën op de weg liggen om straten erin te timmen. Maar voor journalisten, ja, misschien zijn er ook wel journalisten de dagen zat, maar ik nog lang niet. Dus, en ik ben hartstikke gezond, even afgelopen op deze rieten stoel. Maar ja, je wordt er min of meer ingeduwd. En niet, ik beslis wel vrijwillig, maar je voelt dan alles van, nou, het is beter dat je in de FUT gaat. Want je kost ook te veel geld, hè. Je zit in de duurdere categorie qua salaris. Nou ja, en de kranten gaan niet zo best, dat weet iedereen. Dus, als dan zo'n dure jongen een beetje, als hij dan weg is, dan scheelt toch weer een paar cent op de begroting. Je hebt er vanmorgen zelf over geschreven, over je afscheid. Je hebt wel geschreven, ik blijf de derde helft wel doen. Is dat belangrijk dat je toch iets blijft doen? Nou, ik vind het wel leuk dat ik, daar hebben ze mij in ieder geval voor gevraagd. Van, ze hebben blijkbaar geen vervanger daarvoor. Dan wil je wel de derde helft blijven doen. En als jij bijvoorbeeld dood zou gaan, dan moet ik een necrologie over je maken. Dat blijf ik ook doen. Dat dus blijf je ook doen. Oud voetballers, die hoeven niet te treuren. Ja? En ik heuvel wat bij zijn schuim. De necrologie mag ik ook nog blijven doen. En de derde helft, ja, die zou ik ook nog gaan vullen. En daar blijf je nog een beetje bij betrokken. Want in wezen gaat het leven natuurlijk niet zoveel veranderen. Ik ben altijd een sportliefhebber geweest. Voordat ik journalist was, kwam ik al op de sportvelden hier in Groningen. En in de sportzaal. En daarna zal dat ook blijven gebeuren. Denk je dat ze je missen, Dick? Nee hoor, niemand is onmisbaar. Eventjes en zegt, ja, jij kan niet gemist worden of zwaar verlies, maar dat is allemaal flauwekul. Als je een tijdje weg bent, dan mist niemand meer. Hé, daar heb je heuvel, maar wat deed hij ook alweer? Precies, dan zeg ik, oh, god, dan moet ik kijken over een jaar of twee, dan ben je helemaal vergeten. Zo werkt het in de wereld en dat is voor iedereen geldt, dus dat is niet zo erg. Ik van Nakern en wij van Nakern en iedereen bij Oog wens jou een heel, maar dan ook een heel mooi leven. Ja, ik hoop nog wel een jaartje of 25 vooruit te kunnen. Minimaal. Mijn moeder is bijna die is 94 geworden en ik ben nu dus 62. Ja, wordt 63, dus 87. Ik denk dat ik ga minimaal 25 jaar uit, dat ik nog een beetje mee kan. En hoop ik dat er in het Groningen Forum, dat er ooit nog een sportbestemming komt. Zodat niet alleen de elite daar de deur plat kan lopen, maar dat er ook een sportbestemming komt, een soort Madison Square-achtige toestand. Want ja, je ziet zelfs de kunstmensen lopen te hoop tegen dit forum. Dat is een niets voorstellend ding, want er gebeurt helemaal niks in. Alleen maar een leesstand, alles wat erin moet is er al. Dus zet er dan een mooie sport al in. Prachtige binnensport. Je loopt de deur uit en je stort je in het uitgaansleven van Groningen. Het Martini Square Garden. Dankjewel, Dick. Graag gedaan. Het Martini Square Garden, als dat geen mooie uitsmijter is, geweldig. Altijd weer die cultuur en de sport. Heuvelman gaat voor sport en dat zal hij tot zijn dood blijven doen. Dit was Oogsport, tot de volgende week.